Deze week in Zeist in beeld. De dag van de mantelzorg. De knuffels van de berenman op transport. De dag van respect. En natuurlijk weer een nieuwe Wat vindt Zeist. Woensdag 10 november was de dag van de mantelzorg. Voor deze gelegenheid werd er een boom geplant ter ere van alle mantelzorgers. We hebben net samen deze boom geplant en toegedekt op de dag van de mantelzorg. Mantelzorg betekent mensen die dicht bij andere mensen staan en die elkaar helpen, omdat het vrijwillig helpen. Mantelzorg die, je zei het straks heel mooi, als een soort mantel om je heen helpt, zodat je zelfstandig kunt blijven zoveel mogelijk. Nou, dat is een heel mooi symbool, niet alleen voor de organisaties in Zeist die zich met die ondersteuning bezighouden, maar ook met de mantelzorg zelf. Om die redenen is het een hele mooie symbolische daad om vandaag op de dag van de mantelzorg deze boom samen te hebben geplant. Vorige week lag de voortuin van Henny en Dorien Siersma vol met plastic zakken gevuld met knuffels. De pluche beestjes gingen op transport naar kinderen in arme landen en de goede doelen waren er maar wat blij mee. Deze beren gaan mee met de verstrekking van andere hulpmiddelen richting de goede doelen. Wij leveren rolstoelen, rollators, scootmobielen die afgekeurd zijn of afgeschreven zijn in de gemeente, de WMO. Verschepen wij of in samenwerking met andere goede doelen richting Marokko, Turkije, Sri Lanka, Hongarije. En daar nemen in die transporten ook de beren mee om bijvoorbeeld in een kinderziekenhuis in Sri Lanka daar gewoon heel veel kinderen heel blij mee te maken. Wij halen ze op bij mensen en wij knuffelen niet met die beren, maar we maken ze wel helemaal schoon. En we zorgen ervoor dat ze allemaal netjes bij de mensen terechtkomen. Er gaan er ongeveer per jaar zo'n 50.000 gaan er weg. Het is leuk om te doen. Ik doe dat met mijn vrouw samen en mijn vrouw doet dat met mij samen. Nee, ze gaan eerst naar de opslag bij ons bij Vitaal in Utrecht. En daar worden ze over diverse goede doelen verdeeld. En dan in de normale transporten, eind november, begin december, gaan ze mee richting de diverse landen. Afgelopen donderdag was het de dag van respect. In dat kader bezochten de burgemeester en wethouders verschillende basisscholen in Zeist. En dan denk je, oh, en wat doe je dan? Lekker aan het zwemmen, wat spetteren, sprinten? De dag van het respect heeft eigenlijk als doel het woord respect en het werkwoord respecteren onder de aandacht te brengen. En dat doen we in Zeist onder aanvoerderschap van een heel actief comité, een platform. Respect en geen geweld. Dat doen we door op de scholen te praten en les te geven over het woord respect. En dat heb ik vanmorgen hier op de Koppel in Zeist-West gedaan. Begrip hebben voor de verschillen. Mensen zijn zo verschillend. Qua situatie thuis, qua achtergrond, qua geloof. En dat de ruimte geven en waarderen. Dus niet alleen verdragen, maar ook waardering hebben voor de verschillen. Dat is voor mij als burgemeester heel erg belangrijk. Ruimte geven voor verschillen. En daar juist waardering voor hebben. Deze week in Wat vindt Zeist? Zeist kent één koffieshop, gelegen aan de Steinlaan. Al jaren wordt dit door de gemeente gedoogd. De vraag is steeds meer actueel. Moeten we dergelijke shops gedogen of verbieden? Ik heb helemaal geen last. Ik woon niet in de buurt, dus ik heb er geen last van. Nee. Als mensen er last van hebben, moet je iets dicht. Maar voor de rest, voor mij hoeft het niet. Ik blow altijd, dus hij mag niet dicht voor mij. Nou, we wonen vlakbij de Steinlaan. Is wel eens overlast van, zeg maar. Nou, als mensen daar behoefte hebben, kan je beter een openbare ruimte hebben. Als ze maar geen overlast en hinder veroorzaken. Ik denk dat dat het voornaamste is. Dan is dat prima te combineren. Doe je het niet ter plaatse, dan heb je alleen maar kans dat het in het zwarte circuit gaat. En wat geeft dat voor een effect? Dan krijg je helemaal niks. Nee, dat moeten ze in het bos neerzetten. Auto's die schouw neerzetten en dan wegrijden. En op de stoep zetten. En als ik op de trottoir rijd, dan krijg ik een bekeuring. Nee, ik heb er helemaal geen overlast van. Maar je hoort het natuurlijk wel dat ja, toch wel heel veel problemen daardoor ontstaan. Dus ja, ik ben er wel een voorstander van. Dat is misschien heel vervelend voor de mensen, maar ik kom er niet aan toe om daar koffie te drinken. Sorry voor die mensen, ja. Ik heb er geen last van, dus zwerven mijn huis vandaan.
Als het nou naast de deur was, zou ik zeggen, nou, gelijk hebben hoor, daar gaat niet om. En voor mij hoeft niemand, er is een rotzooi genoeg. Ik kom er niet, ik heb er geen bemoeienis mee, dus ik kan er niet over treuren en ik kan er niet blij over zijn. Ik help hier dat zaakje hier al weinig, heel weinig. Nee, en is er tram al aan? Nou, dat kan ik zelf ook wel oplossen als mat. Het is wel eens gebeurd, weet je wel, dat ze 's morgens zaten op zijn Hollands te rochelen en rotsen neergooien. Dan kwamen de jongens dan van die coffeeshop, die hebben ze beet gepakt en heb ik even wegwezen. Dat begrijp je wel, hè? Ze kunnen geen overlast krijgen, want anders gaan ze de tent sluiten. Tot zover deze uitzending van Zeist in Beeld. Heeft u ook een interessant onderwerp voor onze uitzending? Mail dit dan naar redactieslotstad@tangrammedia.nl. En wie weet komen we de volgende keer bij u langs met onze camera. Wij zijn er klaar voor. Bent u dat ook?